Goedemorgen, het is vrijdag. En ik klink alweer als ik weet niet wat. Het is echt, het houdt gewoon niet op. Ik ga wel popcorn. Keelpijn, verkouden, ik weet het niet. Vandaag zou ik eigenlijk naar de fysio gaan, maar bij mijn moeder kwam een afspraak tussendoor. Dus de visio wordt het niet. Ik heb wel een afspraak voor mijn werk straks. Even wachten, Niels. En verder niet zoveel plannen vandaag. Nou, ik wil dat je nog een paar happen neemt. Ik zie wel dat papa de druiven niet heeft gesneden. Dat is niet zo fijn. Nee, dat wil ik niet. Nou, zullen we dat zo dan even doen? Ja. Ja, dus vandaag ga ik weer even kijken bij mijn werk. Verder dit weekend komt Sinterklaas aan, dus daar gaan we naartoe. Sven's broer komt pepernoten met Niels bakken, heel schattig. En zijn ouders komen ook nog even langs. Hoop niet dat we morgen echt iets hebben. Dacht ik. Ik ben wel een beetje moe van de hele tijd je zo voelen, maar goed, dat is wel eens. Ze vinden dit echt een heel grappig filmpje van Coop Lucy, waarin oma's de bezorgers selecteren. Hallo Woezel. Hallo Woezel, kom je lekker naast me zitten? Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Nou, kom jij? Niels die wilde weer gaan spelen. Dan zit ik helemaal alleen. Kijk eens. Ja, ze had een paard op zijn hoofd. Nee, baby. Nou, dit was een lekker begin van de ochtend. Tante en Beppe zijn klaar. Ik zette er op mijn schoot en toen was het gewoon, werd het drijfnat op mijn schoot. Vervolgens dus, nou, toen zat er overal plas en poep en alles. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ze badderen. Maar ik ben alleen met Niels. Nou, die ziet er inmiddels zo uit. Laarzen en een helm. Heeft hij zelf gedaan. De schoonmaak zoals gisteren is nu alweer geëxplodeerd. Dat is top. Vervolgens was ik haar aan het aankleden. Toen zat hij klem, moest ik, nou goed, dat soort drama. En vervolgens plast ze weer alles om. En ik heb er net een was in zitten, omdat Niels vannacht ook een zindelijkheidsongelukje had gehad in bed. Dus die was draait al, dus we hebben niks meer aan. Oh, zweet. Maar goed. Om 10:30 zijn mijn ouders er, of niet, of mijn moeder of mijn vader. Tot die tijd gaan we ervoor. Elin heeft een trui aan die nog een beetje oversized is, maar ze is gewoon lang en dun. En dat is natuurlijk een beetje steeds het ding. Zo, mooi billetje. En een mooi matje. Het is trui trouwens van de Hema, een leggetje van de H&M en een legging van de Primark. Zo'n hele grote sprong. We zijn er weer een paar uur verder. Ik ben op mijn werk geweest. En dat was op zich heel goed, maar echt kapot. Ik heb 1,5 uur met mijn een soort van leidinggevende, het is niet helemaal het geval, maar voor vroegere leidinggevende gezeten. En dat was heel goed om even het over werk te hebben en zo. Maar ik ben echt kapot nu. En Niels ligt er nu 1,5 uur in. Ik wil hem er eigenlijk na een uur uithalen omdat hij vrij later in lag. Om 2:30, dus dan is het 4:30. Dan, ja, als je het later maakt, dan slaapt hij s'avonds vaak niet goed. Maar ik kon het echt even niet opbrengen. Mama is even met enige gaan wandelen. En toen dacht ik, oh, nu ga ik gewoon echt even zitten. Ik wilde eigenlijk gaan slapen, maar dat lijkt me niet zo'n goed idee. Ik heb net een bestelling binnen van Bougie Shop. Ik heb de Milani Conceal & Perfect Foundation besteld. Ik heb de kleur 00 Light Natural besteld. Ik ben heel benieuwd. En ik heb... Oh, dit is Elin die tikt tegen een ding aan. En de... Waar is dit van? Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream in de kleur Birthday Suit. Deze te gieren onder het fantastische apparaat. Je mag ze dan soms tegenwoordig even onder. Dat vindt ze leuk, want je rammen tegen die dingen. Dat bedoel ik. En dat doen we dan niet te lang, maar tegenwoordig kan ze natuurlijk wel een beetje prikkels hebben.
Oh, mijn moeder had trouwens, superleuk, een vestje gemaakt. Vandaar laatst in de bijkorf en toen zagen we een heel leuk vestje voor Elin. Maar dat was echt 60 euro, zo moest ze, nou dat kan ik zo breien. Dus dat heeft ze nagemaakt. Heel mooi, ja, ik denk dat die armen moeten misschien wat smaller, want ik denk dat die een beetje te wijd zijn voor haar. Maar goed, dan kan ze er wel lekker iets onder en ze kunnen dus ook opgerold worden. Super mooie kleur, ik weet niet of het helemaal overkomt op beeld, maar het is heel mooi grijs en dan een mooie houten knopjes. Ja, ik dacht eigenlijk hadden die mouwtjes iets minder wijd gemoeten, maar misschien is het ook gewoon wel lekker. Maar dit is dus, ze heeft gewoon een voorbeeldje van een vestje wat we al hadden gebruikt. Ze heeft hem iets langer gemaakt, volgens mij. En iets breder, zodat het weer een maatje groter is. Nou, dat is toch prachtig, ik vind het echt zo mooi. En ik zag, volgens mij was het bij de Hennis, zag ik een soort handige kraagjes, ook voor baby's. En toen zei ik, kan je dat ook maken? En dat heeft ze dus ook gedaan. Kijk, ik vind ze ook natuurlijk gewoon leuk om te doen. Dus dit is van heel lekker zacht katoen. En dit doe je dus gewoon als een sjaal, zeg maar. Je kan hem dus ook omhoog doen. Maar dan heeft ze niet echt zo'n enorme prop in de nek zitten, ook niet als ze ligt. Maar het is wel gewoon, en ook zeg maar, vaak is dat nekkie dan nog koud. Maar zo is dat nekkie ook gewoon lekker warm. Nou, ik vind hem echt super leuk. Dus dit, van mama gemaakt. Zo lief. Die lipkleur is trouwens van Sleek. Ik heb hem nu even opgedaan. En ik vind het wel een hele mooie kleur. Wat ik namelijk vaak vind, is als ik video's opneem, zeg maar mijn andere video's voor mijn kanaal. Bijvoorbeeld de mama updates. Dan vind ik vaak mijn lippen zo wegvallen. En ik draag eigenlijk bijna nooit lipstick. Maar ja, soms wel een beetje subtiel of zo. Maar over het algemeen niet, omdat ik mijn lippen vrij groot vind. Ik weet dat het een trend is, maar ik hoef ze zelf. Hoef het voor mij dan niet nog extra geaccentueerd. Maar dit is, nou ja, birthday suit, dat zeggen ze al. Het is een vrij natuurlijke kleur. En ik vind hem eigenlijk wel mooi. Let niet op mijn rode neus en allemaal geïrriteerd. Omdat ik me niet zo lekker voel. Maar ja, leuke kleur. Ja, je bent kletsen. Heel raar aan het kletsen. Ik ben weer zo verkouden. Ik heb nu net neuspray genomen, want het, nou ja, het droogt eruit. Dus super charmant. En nou, nu kan ik weer ademen, dat is heel fijn. Voel ik me meteen 1000 keer beter. Ik heb make-up eraf gehad, ik heb mijn haar in een vlecht gehad. Ik heb zo'n hoofdpijn dat een staart gewoon zeer doet. Dus ik dacht, dan doe ik maar even zo'n vlecht in. Ingevlochten vlecht, niet het meest charmant bij mij, maar goed. Ik heb zon aan, ik ben er helemaal klaar mee. Nu neuspray, nu kan ik weer ademen, nu kan ik weer een leuk mens zijn. Ik ga nu wel gewoon lekker, ik ga nu wel gewoon lekker op de bank zitten. De rest komt wel weer. Het is 8 uur. Het is mooi geweest voor vandaag. Goedemorgen, ontbijtje. Een tabakzakje. Nee, dit is de status, mijn stem is echt... God. Ja, gewoon, ik zwem in de neusspray om adem te kunnen halen. Dus, perfect. Ik ga sowieso niet sporten. Ik heb geen goed idee. Ik twijfel zelfs of ik überhaupt, normaal was ik op zaterdag mijn haar. Ik weet niet of ik het überhaupt ga doen of dat ik gewoon even afspoor en dat dit zeg maar. Mag dat hebben, mama, om mee dit dicht te doen?
Welke? Ik denk dat ik maar zo hou vandaag. Ik denk dat als ik mascara opdoe, dat het binnen no time op mijn knieën hangt. Omdat ik zo'n traanogen heb. Dus ik denk dat ik heb mijn... Ik heb een klein beetje BB cream opgedaan. Oh nee, dat is niet waar. Ik heb die foundation van gisteren, maar dan super licht. Die ik gisteren kocht, heb ik opgedaan. En een klein beetje vloeibare steen blush. Niet echt heel netjes gaan zien nu. En, oh, laat ik nog even een beetje concealer onder mijn ogen doen. Dat is ook nog een goed idee. En mijn wenkbrauwen. Dat is het denk ik gewoon voor vandaag. Dit is echt vrij bijzonder. Ik had majootjes besteld bij de HEMA. Want ze heeft... Maar 62,68. Nee, zeg ik dat goed? Ja, 62,68, maar dan van de H&M. Maar ja, die zijn mega groot. Dus ik dacht, ik heb had van Niels nog van zijn spreidboekjes tijd nog twee majootjes in mijn 62 en die zaten goed. Dus denk ik, oh, die bestel ik. Een tweepak. Ik weet niet hoor. De zwarte, hele normale maat. En de bruine, die overigens fantastisch is, is gewoon echt, nou, zeker 10 centimeter langer. Hoe dan? Snapt iemand dit? Nou goed, hij is wel heel leuk met vosjes. En ook nog een vosje op de bil. Dus weet je, op een gegeven moment groeit je er vanzelf in. Maar heel gek, toch? Ligt het aan mij? Nee, goed. Hij zit er in toch van Sinterklaas te kijken. Dus nog even hier lunchen voor de tv. Want hè, Sinterklaas, uiteraard. Nou, de boodschappen zijn net bezorgd. Op de achtergrond hoor je wielrennen trouwens. Daarna het Sinterklaas snel natuurlijk. Maar ik dacht, ik deel weer even wat we hebben aangeschaft. Een volkorenbrood. Met zo'n vriezer. Dan krijgen morgen Sven's ouders en Sven's broertje te lunchen. Dus ik heb twee verse sapjes, waaronder perensap. Voor Elin Hero Baby 1. Tegen. Ik hou hem tegen. Ik lig één in te voeden. Oh. En we hebben net even Ozark gekeken. Laatste aflevering van seizoen 2. En we gaan dan hierna lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Stella. Wow. Twee zachte deals. Volgens mij ligt er nog meer. Nee, dit is. Jawel. Sinterklaas. Nou, eens even kijken. Wij lopen nu naar de intocht van Sinterklaas. We gaan dit jaar bij het Ledig Erf. Normaal gaan we bij de Weert Singel. Ja, ik ga je hand pakken, lieve. Ik ga je hand pakken. We staan bij de optocht, maar, of bij de intocht, maar het duurt eindeloos. Het is echt niet te geloven. Nu is er helemaal klaar mee, maar ja, die wil niet naar huis, want er zit. Dus nou ja, het is allemaal gedoe. Maar we zijn maar even gaan staan. Want de hele tijd is ook niet te doen.
Nou, we zijn inmiddels verplaatst naar een zonnige plek. Er schijnt 3 kwartier vertraging te zijn. Maar Niels heeft nu zijn kinderdagverblijf een vriendinnetje gevonden, dus dat scheelt. Maar nu moeten we toch ergens iets gaan kopen, zou je zeggen. Maar het duurt echt eindeloos. Oh, er wordt nu gezongen. Nee, cadeaus erbij. En dan hoest er een beetje in voor de cholera in de pepernoten. Zo, wordt dan hierin hoesten. Ja! Ja! Ik zal het trouwens even vertellen over de optocht. Want, we staan normaal ergens anders. Dus we stonden nu bij het ledige erf, dat je niet kent. En het duurde al lang. We waren daar, de zit zou om 12 uur komen. En om 11:30 zou ik beginnen. Dus we waren daar gewoon om 11:30. Nou, echt... Er was op zich een hele leuke drumband, alleen dat hoorde je gewoon. Je hoorde het drummen, maar je hoorde het zingen niet. Dus ja, kinderen hadden daar niet zoveel aan. En het geluid was niet versterkt, maar weer heel is vaak versterkt geluid. Dus dan hoor je heel duidelijk alle liedjes en dingetjes en doen al die kinderen leuk mee. Maar goed. Korte samenvatting, ik vond het bij de Weertsingel echt veel leuker dan bij Ledig Erf. Maar ik geloof wel dat het normaal gesproken beter is, maar het was gewoon... er zit een vlekje op het scherm. Het was gewoon... Het duurde echt eindeloos. En uiteindelijk om 12:30 was er nog steeds geen Sint. Er stond een boot vast en ik weet het niet. En toen hoorden we van die mannen van de organisatie zeggen van... Het gaat nog wel 1/2 uur duren. Het was nog wel 1/2 uur. En die was echt helemaal klaar mee. Maar die wilde wel blijven, want die wilde de Sint zien. We stonden ook in de schaduw. En uiteindelijk dachten we, weet je, gaan gewoon een stuk langs het water lopen. En dan komt hij op een gegeven moment gewoon aangevaren. En toen stonden we bij de Westerkade. En uiteindelijk waren daar, was daar zijn vriendinnetje van het kinderdagverblijf. Dus ja, die zijn lekker gaan spelen. En op een gegeven moment, de zon helpt ook een hoop. En op een gegeven moment zagen we de boot aankomen. En toen was het heel leuk met alle pietjes en dingetjes. Dus toen was het helemaal goed. Maar goed, voordat we uiteindelijk thuis waren geluncht hadden. Dus hij was wel redelijk kapot. Nu gaan we pepernoten bakken. Rondjes draaien met je handen. Zie je dat? Kijk eens wat er dan gebeurt. Nou, maar dan valt hij zo op de bakplaat. Tadaa! Ja, je moet er eentje pakken, in je hand doen en dan ronddraaien. Rond, rond, rond. Oh. Loswerken, hey. Met zo. Hey, even een bloemkool gegeten. Nou, ging niet verkeerd. We zijn begonnen met haar eerste hapjes. We zijn van de week begonnen met wortel. En dat ging eigenlijk prima. Ja, het is niet dat ze natuurlijk kilo's ervan eet. Maar ze zit gewoon een beetje te proeven en te lachen. En, geen probleem. En nu dus bloemkool. Ja, het is, ik denk dat er, als er in totaal 1 eetlepel in is gegaan, dan is het veel. Maar ze zit gewoon lekker een beetje zo die structuur te voelen. En ze kijkt er helemaal niet echt vies bij of zo. Dat valt me wel op. Ik weet dat Niels zegt, zo ziet er al of zoiets. En dan zei ze, ja. Mijn zwager is weg, mijn schoonouders zijn er nog wel. Die eten gezellig mee. En Eden ligt lekker een beetje op een matje. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Ik heb zo'n jeuk hoofd. Ik heb nu trouwens, ik had nog een proefverpakketje van de Charlotte Tilbury Night Cream. Wel lekker cool. Dat heb ik nu opgesmeerd. Dan gaan we zo lekker lasagne eten. Uiteraard na het Sinterklaasjournaal. Niels vraagt iedere keer, is het al zover? Nee. Dat is een beetje een ontspannen dagje zo met iedereen. Zo. Sinterklaas! Sinterklaas! Dat is Sinterklaas! Dankjewel Sinterklaas! Dankjewel! Hoe wij de wimpel al heen en al weer. Ik ben zo de Piet. Dag Sinterklaas! Dank u wel, Sinterklaas. Oh, voor Elin. Dank je wel, Sinterklaas. Maar ik heb voor jou ook nog een. Oh, maar ook eens. Oh, dank je wel. Dag, Sinterklaas. Dag. De stoffen en de toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, de roep. Oh, lieve Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Ik heb voor jou een tekening. Oh, fantastisch. Ik wil elkaar even buikspieroefeningen doen. Dit zal er bij me liggen. Ze loopt nu net weg. Oh, wat gaan de mensen nou weer doen? Maar goed, dat moet ik elke avond doen.
Wij zitten het nieuwe seizoen van... ik weet niet of het echt een seizoen is, bij een documentaire, maar de nieuwe afleveringen van Making a Murderer te kijken. En dat is het denk ik ook voor deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. En denk ook komende week met een nieuwe mama-update. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Nogmaals super dank voor het kijken en graag tot volgende week.